Goeiedag iedereen, goedemorgen. Het is de 3 december, maandag. Dus maandags moet ik nu werken, vandaar. Allee, 1 op de 2. Dus moet ik weer iets te doen. Het is binnenkort Sinterklaas. Ja, Sinterklaas, 6e is Sinterklaas. Maar ik heb gedaan met al mijn animaties, dus beginnen we aan de kerst. We beginnen al, allee, ik toch, we beginnen al de kerst. We gaan nog geen kerstboom zetten, want we gaan geen kerstboom zetten. Nee. Ik heb weer iets bedacht. Het verleden jaar hebben we een kerstboom gezet van een overschot van mijn... wat was het nu weer? Plinten van de deuren. Daar hebben we de overschot van. Allemaal wit. Dat komt goed uit. Ik heb een kerstboom van gemaakt. Ik heb die weggegeven aan een voormalige rapporter van de VRT. Die in het buitenland zat. Ik weet zijn naam niet. Ik had dat gewoon op tweedehands gezet. Gratis. En hop, dat was gratis mee. Dus, ben content. Dat ga ik misschien met deze projectje ook doen. Wat ga ik maken? Wel, ik wil geen kerstboom deze jaar. We dachten een echte te zetten, maar het was vuil, die verlies zijn. En een naald. Dus wat gaan we doen? Ik had nog een paar accessoires van mijn animatie. Ik heb zo eens de clown gespeeld met een vogelenkot die hij zich achter aantrok. Met een kip in, zo'n plastic kip. En die kip die werd dan gestreeld en gedaan enzovoort enzovoort. Zotter, beter. Dus, dat is mijn kooi. Voilà, zie je? Dat is mijn kooi. Voel je het aankomen? Wordt zot. Ik had hier deze nog en dat is ook zo, ja, dat was gebruikt als tafeltje of zo. Ik weet niet, rap gemaakt voor iets. En wat ga ik doen? Wel, ik ga dat hier oplossen. Want dat is van ijzer. Dat is een ijzeren kooi. En, oh, wacht even. En ik heb wel een kerstboom. Ik heb de kerstboom en dat is de kerstboom. Ja. En die ben ik van plan van er... Van die daar zo. Wat heb ik? Zo, als handige man dat ik ben, ga ik die daar zo in hangen. Zo. En als die daarin hangt, dan gaan we het een en het ander versieren. Ik dacht aan, ik heb nog een besturing voor voor een DJ die lampen laat aan en uitgaan. En ik dacht aan, ik ga zoiets daar rond in proberen te arrangeren als ik deftige lampjes vind. Want de deur is natuurlijk. Ja, dat is de bedoeling. Zo, voilà. Ja, ik heb het ingespannen. Ik denk dat ik die ga vechten, wat nu in brand staat. Het is maar van hout en brul. Ik heb dat allemaal ingespannen, heb ik rechtgezet. Niet op deze tafel, want deze tafel staat scheef. Maar, wat heb ik toch bedoeld? Ik weet het niet eigenlijk. Maar. Wat ga ik doen? Ik weet het niet. Ah ja. Ik ga met een boom pakken. Ik ga die daar in hangen. Nou, ik moet nog eerst zien hoe ik dat daar door ga krijgen, want dat is hier tamelijk. We zien wel. We pakken een stukje ijzeren draad. Ik
geluk dat ik zo van die dingen heb. Zoals een masker. Dan ga ik zo niet die veiligheid inhalen. Ik heb gedaan met verven. Smart. Zo, voilà. Ik ga jullie even uitleggen wat dat ik van plan was. Hè. Dat is met die steuring voor de belichting te laten gaan op muziek. Heb ik hier een steuring met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uitgangen. 8 lampjes die je kunt op aansluiten. Of was er eigenlijk tussen, want het begin heb je gezien met de kooi en de boom en nu moet ik gaan commissie doen. Salut en de kost. Het gezien hier achter mij, dat is kerstboom mogelijk met die Arduino sturing. We hebben dat allemaal proper gezet met planten en een beest. Een boom hangt in het kot. Zeg ervan niks, dan is het goed. Ik heb wat te veel licht. Ik heb dat dan maar goudkleurig geverfd. Om zeker te zijn dat dat niet te veel licht geeft. Ik ga er een paar losdraaien. En het willen laten zien. Dus dat zijn de geverfde. Als je dat dan ziet, dan is dat toch nog wel een beetje te veel licht. Maar voor de rest, ja, voor de rest doet dat toch wel iets. Dat doet zo'n beetje veel te veel. Misschien nog een laagje verder op. Geld het? Hey. Nee, we kunnen het proberen. Het is wel al beter. Oké, dus je ziet, dat zijn lampjes en die gaan nu allemaal verschillend van elkaar aan en uit. En zelfs gaan die op een andere manier aan en uit. Oké, dus dat was dan dat niet moet zijn. Volgende keer beter, volgend jaar beter, ja. Dag.